Dames en heren, wij kunnen Jeroen benoemen tot Mountaineer 2019. En dan hele feest. Flink eten natuurlijk, hoort er altijd bij zo'n groot feest. Dames en heren, hartelijk welkom bij deze gloednieuwe aflevering op je beeldscherm van de Vinsto Games. Het is vandaag vrijdag en dat betekent natuurlijk No Limits 2. We gaan vandaag achtbanen bestrijden tegen het onrecht en het kwaad. En dat doen we een beetje anders dan normaal. Als je niet hebt gekeken afgelopen dinsdag, dan weet je dus waarschijnlijk niet waar het over gaat. Maar we gaan het roer een beetje omgooien. Alleen nog deze week, deze aflevering, volgende week gewoon weer de normale video's voor de normale vaste No Limits serie. Maar dit keer gaan we dus eigenlijk projecten bekijken. Gemaakt door mensen uit het buitenland, dus of ze nou in Canada wonen of in België of in Frankrijk, maakt het uit. Die mensen uploaden het via Steam Workshop, wij gaan ze downloaden en beoordelen, niet via tonnetjes, maar via onze wijze woorden. En hopelijk ook jullie wijze reacties onder in de comments. We gaan beginnen met de allereerste achtbaan, dat is Machine & Motor, een compacte B&M Floorless Coaster. Met many inversions. Het stond er nog bij, ik weet niet of je het snel zag, maar er zitten dus een hoop inversies in deze achtbaan verstopt. En daar ben ik wel benieuwd naar. Als je de aflevering dinsdag nog niet hebt gezien, ga hem zeker weten kijken. We hadden een fantasy coaster met een ontzettend mooi thema, Aziatisch thema. Met ook een hele soepele, vloeiende achtbaan. Dus voor de mensen die het hebben gezien, het was echt bijzonder verrassend dat dat project in één keer voorbij kwam. En waarschijnlijk zal dit ook een heel mooi project gaan worden. Dit is Machine & Motor en we zien inderdaad al een flinke baan staan hier. Boven mij de optakeling. Ik kan niet wachten, dus ik ben eigenlijk gewoon een sprintje aan het trekken om zo snel mogelijk... Oh, hij vertrekt al. Ja, ik ben alweer te laat. Dit is ook origineel, moet je kijken. Normaal heb je natuurlijk een trap aan de zijkant die gewoon schuin omhoog loopt. Maar dit is wel weer heel anders. We gaan gewoon via een soort van... Ja, sowieso wat je ziet bij een flat, hè? Zo'n hulptrappetje, weet je wel, zo'n noodtrap. Gaan we hier zo naar boven. Oh, dit is wel een perfecte timing. Ik heb niks gezegd. Het vloertje moet dan omhoog komen als het goed... Oh, dat is al omhoog. En dan kunnen wij, als het goed is, dadelijk gaan instappen als de poortjes open gaan met onder mijn facecam de statistieken. Mooie timing, beter kan gewoon niet. Machine & Motor. Wacht even, zijn er twee achtbanen? Want het heet Machine & Motor en deze achtbaan heet Machine. Dus misschien dat we dadelijk, als we bovenaan zijn, dat we eventueel nog een ander project zien. Dat zou kunnen natuurlijk. We gaan het snel meemaken. De beugels gaan sluiten. Het vloertje verdwijnt. En die poort gaat open. Zodat wij een startschot krijgen dat we kunnen vertrekken. Spannend. En daar schiet de achtbaan voorbij. Ook heel vloeiend als ik hem zo al zie. En dat is best opvallend. Want vaak als je projecten zoekt op internet via de Steam Workshop. Van juist hele grote projecten tot aan wat kleinere projecten. Maar het zijn vaak wel de, ja, een beetje de soort van de perfecte baantjes of zo. Het zijn altijd gewoon hele goede banen. En dat is best wel opvallend. Want het lijkt net alsof Steam zoiets hebt van, ik pluk alle slechte baantjes eruit. Een beetje de amateurbaantjes. En alleen de professionele baantjes, die laten wij gewoon geüpload achter op Steam. Zo'n gevoel heb ik soms. Maar dat is gewoon, ja, ik denk toevallig. Niet iedereen wil zijn achtbaan uploaden of laten zien, openbaar maken via het internet. Dat snap ik dan ook wel weer. Wat voor snelheid gaan we halen? Ik zie nog geen andere achtbaan, dus ik denk dat het alleen maar gaat om deze. Halen wij de 95 of misschien wel de 100? Ja, 99. Prachtig, mooie snelheid. Ik zal dadelijk nog wel eventjes gaan vliegen over het project om te kijken of er niet ergens nog een klein baantje staat. Want het heet ook Machine & Motor, vandaar ben ik nieuwsgierig van, ja, wat is dan de achtbaan motor? We zitten ook niet op motoren, hè? Nee, dat was bij de vorige aflevering, hadden wij een Cars attractie. Die was wel met de motoren, maar deze niet. Het gaat alleen om de machine. Ik kan ook weinig vertellen over dit project. Het is gewoon een heel mooie achtbaan, lekker soepel. De inversies zijn mooi verspreid over deze baan. Scherpe bochtjes, de snelheid zit er nog goed in, rond de 60 km per uur. En dan komen we aan bij de remmen. En dan zal ik zo snel mogelijk uitstappen en gaan vliegen om te kijken, is er dan nog ergens een project zichtbaar? Niet dat ik zie, of hij is misschien verscholen in de bossen, maar dan zou je hem wel sneller zien, denk ik. Dus nee, het gaat alleen maar om deze achtbaan. En natuurlijk zou ik hem ook de 5 tonnetjes geven, maar dat doen we dit keer niet. Dus we gaan snel door naar het volgende project. Next Gen Vekoma. Inspired by Legcoasters with my own twist. En dat laatste stukje vind ik dan erg belangrijk. Hij heeft zijn eigen
ja, zijn eigen draai eraan gegeven. En dat is natuurlijk de vrijheid die je krijgt bij No Limits. Je kan zelf bouwen wat je wil natuurlijk. Dus je hoeft niet alles na te bouwen. Je kan ook gewoon een achtbaan inspireren op een bestaande achtbaan. En dan geef je gewoon een eigen draai eraan. En dan is het totaal weer een unieke baan. Ik zie hem al vertrekken. Ik zal snel instappen. Dan gaat hij met E. Ik dacht, ik klik op E en dan ga ik gelijk naar die achtbaan toe. Maar hij laat mij gewoon helemaal lopen. Hier langs de stenen. Het ziet er ook niet slecht uit hoor. Maar nu moet ik wel even het karretje opzoeken. Zo, en dan stappen we in. Seat nummer 2. Onder mijn facecam dus staat ze. Ik zie wat jij niet ziet. En dat zijn weer statistieken die er niet zijn. Dat betekent dat hij deze baan weer een soort van custom heeft gemaakt. En dat we waarschijnlijk ook een hele vloeiende baan gaan krijgen. Maar het nadeel daarvan is geen statistieken, geen G-krachtjes. We kunnen eigenlijk helemaal niks zien van deze baan. Zonde. Maar ja, oké, we krijgen er wel een hele toffe ervaring voor terug. Dus laten wij genieten van deze achtbaan, genaamd de Next Gen Vekoma. Ik denk dat hij toch wel een snelheid haalt van rond de 90 km per uur. Maar hij gaat zo verschrikkelijk vloeiend. Ja, we zweven als het ware gewoon over het water heen met diverse bochten als een vee aan de energiedrank. Maar dan krijg je Red Bull, dat geeft je vleugels. Dus een vee krijgt dan dubbele vleugels. Misschien krijgt hij wel een nitro boost in de vleugels, dat kan ook. We gaan dadelijk ook onder de grond. Ik denk dat dat nu gebeurt. Ja, daar gaat hij. En ik denk dat hij nu ook wel een flinke snelheid behaalt van rond de 85, misschien zelfs 95 km per uur. Dit is echt een heerlijk baantje. Even de remmen erin, even een rustmomentje. En dan denk ik dat we aan het einde komen van deze rit. Geweldig. Ook nog zo'n Enterprise geplaatst. En een reuzenrad als een soort mini pretparkje. Afgezet met stenen. Ik vind het leuk. Ik vond hem heel goed. Ja, vijf tonnetjes. Maar we geven nu helemaal niks. Gewoon lekker, we laten het zo. Het was leuk. Het was een mooie ervaring. We gaan door met de volgende baan. De Hurricane. En er staat dan ook onder. Dit is mijn langste en meest advanced, weet je al, meest gecompliceerde achtbaan. Volgens mij is dat gecompliceerd of zo, die ik ooit heb gemaakt. En dat is wel tof, want misschien heeft hij wel altijd kinderachtbaantjes gemaakt. En dan is het best wel makkelijk om dan te zeggen, ja, dit is mijn langste achtbaan ooit. Terwijl die misschien maar 800 meter lang is. Dat kan. Maar dat zien we vanzelf wel. Het gaat om een houten achtbaan met opvallende blauwe ondersteuning. Echt dat, weet je, dat aquablauw. Weet je, dat zwembadblauw, weet je wel? Dat is een hele opvallende kleur, maar hij ziet er wel waanzinnig uit. Dat zeg ik je eerlijk. Het is misschien dan een hele aparte kleur, maar hij is wel mooi. Ik vind het wel apart. Nou, we gaan natuurlijk even in het karretje zitten. Hij was net aan het vertrekken. De Hurricane. Met een flinke snelheid van 16 km dat hij omhoog gaat. 16,1. Hè? Die 0,1 die doet het hem. En dan maken we hier een bocht. En wat voor snelheid gaan we halen? Ik denk toch wel dat wij richting de... Ja, 100. We gokken gewoon de 100. Want dan gaat het echt helemaal tot het benedenniveau. 95 km per uur. Afgerond gewoon lekker naar 96. Afgerond 100. Ik vind het goed. Nee, ik zal niet vals spelen. Maar ach ja, het maakt ook helemaal niks uit. We gokken ook maar gewoon wat getalletjes. Hè. Het is ook niks bijzonders eigenlijk. Maar hij houdt de snelheid er wel mooi in door laag te blijven uiteraard. En dit is dan zijn langste achtbaan ooit. Ik weet niet wat de statistieken zijn, maar ik gok wel dat hij een flinke lengte heeft van misschien 1,5 kilometer. Het ligt eraan, want we komen nou al wel bijna bij het einde. Want volgens mij na deze bocht, dan komen we al bij de remsecties. Dus, mwah, of het nou 1,5 kilometer is, dat weet ik nu niet. Ik gok dan toch maar even een kilometer. En waarschijnlijk dan zijn langs de baan ooit ook een bedieningspaneel. Die zie je ook niet vaak bij de achtbanen. Die heeft hij ook geplaatst. Met zelfs een schermpje erin met het logo van No Limits. Dat is wel heel tof. Ik vond het een redelijk baantje. Het was ik had wel langer verwacht. Omdat hij zei van ja, dit is mijn langste ooit. En daardoor gaan we eigenlijk gewoon nog een baantje doen. Vind je niet? Ja, we doen gewoon nog eentje. Om het af te maken. Om het af te sluiten met een goed gevoel. Een voldaan gevoel. Dat is beter. Een voldaan gevoel. Mountaineer. Een wooden coaster in de mountain chain with some high speeds. Oh, dat klinkt altijd wel goed. Als een achtbaan lekker wat snelheid heeft. Het gaat dit keer weer om een houten achtbaan. Wat ik al kan zien op de achtergrond. Met een steen in de midden met allemaal bloemetjes. We zien bankjes. Het is eigenlijk een soort beginpleintje. Mountaineer. Staat ook het logo bovenop het station. Mooi afgebeeld. Ook met een houten kleur als ik het zo zie. Misschien is het wel gemaakt uit ondersteuningen van de achtbaan. Dat kan ook nog.
En we beginnen ook precies waar de afbeelding ook... Oh, we komen aan een huisje, grappig. Nee, we beginnen precies waar de afbeelding ook is gemaakt. Ik denk dat we hier dan doorheen kunnen. Ja, prima, prima, prima. En waar is... Huh? Oké, dit is heel apart, maar dit is wel heel erg leuk. Dit heb ik eigenlijk nog nooit gezien. Bloemetjes in het station. Gewoon aan de zijkant. Het kan gewoon, het is gewoon hartstikke leuk. Ook wat de rots heeft die daar aan de zijkant. Maar vooral dat huisje is wel echt origineel. En of dat nou moeilijk is om te maken, ik weet het niet. Die ervaring heb ik niet met No Limits. Maar dit zijn wel gewoon die extraatjes die het gewoon net even dat extraatje geven. Ook gewoon voor zeg maar, als je zo'n achtbaan gaat doen, dan is dat ook gewoon leuk om te zien natuurlijk. Want ik zie het niet altijd. Nou, waar is die achtbaan? Volgens mij is die echt net vertrokken. En als die langer is dan de layout van net, dan duurt het misschien wel even voordat die hier bij het station is. Maar daarvoor hebben we natuurlijk de fantastische editing. Let maar op. Wat gaat dat snel? Jongen, dat gaat zo vliegend vlug. Lang leven de editing. Dan mag in ieder geval deze poortjes openen. En dan kunnen wij gaan zitten vooraan. Kom op. Misschien als ik snel met die dikke buik zo even er tegenaan aan het stoeien ben. Zo, dan schiet hij open. Maar het zou wel leuk zijn dat hij in één keer open gaat. Ga nou open, jongen. Ja, kijk, daar gaat hij. Mountaineer. Moet me echt denken aan een musketier. Het klinkt wel als een soort van heldennaam. Ja, jij bent de koning. We noemen jou, we bekronen jou tot de mountaineer. En dan is het dan, yeah, yeah. Het is eigenlijk iemand die een soort van heel erg goed is met de heuvels beklimmen. En hij heeft er eigenlijk alleen nog maar een touw bij nodig. En die doet hij dan om allemaal rotsen heen en zo. En dan, ja, dames en heren, wij kunnen Jeroen benoemen tot mountaineer 2019. En dan, hele feest. Flink eten natuurlijk, hoort er altijd bij zo'n groot feest. Muziek, dans, alles is erbij. Maar we gaan eens even genieten van deze achtbaan. En dat is een ding wat zeker is. Met hoge snelheden. Dat stond in het informatieding geval. Wow. Ja, nu snap ik het idee van de mountains. Absoluut. Dit wordt wel heel vet. En ik denk ook een snelheidsduivel. Daar gaan we. Bijna 199 km per uur. Dat is mooi, dat is een flinke snelheid. Maar mag ook wel voor zo'n grote jongen, want we moeten natuurlijk wel over sommige heuvels heen komen. En dat kunnen we niet met een kleine snelheid, dus laat hem maar flink knallen, jongens. Hij blijft aardig laag. Dit is heel mooi, dit is een heel stoer project. Een achtbaan voor echte waaghalzen. Hij verliest nu wel wat snelheid, maar we gaan nu onder de grond of in een berg. Behalen wij een snelheid van 84 km per uur. We blijven weer heel erg laag om natuurlijk wel volop die snelheid erin te houden. We gaan langs het station. Dat was trouwens best wel heel erg dichtbij het station. En ik denk dat we nu met een bochtje ongeveer gaan terugkeren naar het beginpunt. Hij gaat nog wel... Oh joh. Ik denk dat deze wel misschien uitkomt op een 1,5 kilometer lange baan. Dat zou best wel kunnen. En dan komen we aan bij de remmen. Wauw. Wat een mooie, heerlijke afsluiter. Helaas geen fantasy coaster, maar wel gewoon met een leuke, frisse uitstraling. Vind ik wel. Volgende keer zijn we weer terug met een normale aflevering. Althans normaal, gewoon weer de vaste serie. Vergeet niet te abonneren en op het logo te klikken. En tot de volgende keer. Doei doei!